Jullie hebben die reis mogen maken omdat jullie een speciaal Lego-project hebben gedaan. William, kan jij daar iets over zeggen? Ja, we hebben meegedaan aan de Lego League. Heel veel tijd aan besteed. We hebben toen de regiofinale gedaan. En we zijn doorgegaan naar de landelijk. Daar hebben we ook heel erg ons best gedaan. En toen was de prijsuitreiking. Bij de één na laatste kregen wij de beker van tweede beste van Nederland. En toen mochten we naar Amerika. Afak. Jij hebt die reis wel op een hele bijzondere manier beleefd. Kun je in het kort daar iets over zeggen? Ik kon geen visum krijgen, want ik was een buitenlander. Ik was later dan 2011 gekomen, want ik ben in 2013 hier gekomen, zodat ik geen visa kan krijgen. Zo we probeerden, lukte niet. Zo de rest ging een maandag. Mijn moeder kreeg een berichtje van de ambassade dat ik een interview kreeg. Zo we gingen daar rechtstreeks heen. We deden een interview, een uurtje wachten en toen kreeg ik mijn visum. Maar heel fijn dat jij toch wel mee mocht. Ja, en hoe was het daar in Amerika? Michael, kun jij daar iets over zeggen? Het was heel groot en ook heel erg mooi. En ik heb heel erg veel nieuwe dingen ontdekt. Heel veel nieuwe auto's gezien. Het was heel erg leuk. We gingen ook nog bij de FRC kijken. Het was echt heel erg cool. Hele grote robots. Heel bijzonder. En voor jou, Lucia. Ja, jullie moesten natuurlijk ook daar jullie robot laten zien, hè? Want daar ging het om. En werkte het een beetje zoals jullie wilden? Niet alle dingen werkten zoals we hadden geprogrammeerd, maar we bleven wel gewoon doorzetten en positief blijven. Hoeveel scholen en teams en mensen waren jullie daar? 108 teams van de Lego League. En kon je nog iemand verstaan dan? Ik heb heel veel last van dat ik niet zo goed Engels kan, maar de rest hielpen mij erbij. Ik hoor iemand zeggen van jullie dat jullie een innovatierobot hebben. Wat is dat, Michael? Kan jij dat vertellen? Een innovatierobot is eigenlijk je oplossing. Want in het begin moet je dus problemen zoeken en dan moet je een niet bestaande oplossing zoeken. Wat hebben jullie dan voor iets speciaals gebouwd, zodat je die landelijke finale won? Een robot genaamd Smarty. En hij zorgt er eigenlijk voor, wanneer je dus genoeg energie bespaart, wordt hij groen. En dan kun je ermee spelen. Maar wanneer hij oranje wordt, heb je al heel wat energie besteed. Waarbij je nog steeds wel kan spelen, maar dat doet hij iets minder. Maar wanneer hij rood is, heb je te veel energie verbruikt. En dan kun je er eigenlijk totaal niks meer mee. Maar hoe was dat voor jullie als leerkrachten? Maar ook, hoe is het voor jullie als school om leerlingen te hebben die daar zomaar naartoe mogen? Ja, geweldig. Het is natuurlijk niet zomaar. Ze hebben er hard voor gewerkt, heel veel voor gedaan en veel geleerd. Ja, dan is het geweldig als je daar naartoe mag gaan en je ziet al die andere teams. Ze praten heel veel Engels, leren andere mensen kennen. Veel kinderen uit andere landen, dus dat is heel gaaf om te zien. Hoe was het om daar bijna een week te zijn en dan van alles in elkaar te mogen zetten en te begeleiden? Ja, heel mooi. Als je ziet wat je hebt natuurlijk 50.000 man wat er rondloopt met allerlei soorten wedstrijden. Allemaal bezig met robots, eigenlijk met dezelfde interesses die onze kinderen ook hebben. Ja, dat is heel mooi om mee te maken. En vooral wat ik het allerleukst vind om te zien is als ze bezig zijn dat ze eigenlijk binnen een dag, twee dagen allemaal Engels aan het praten zijn met al die kinderen. En dat er hele leuke gesprekken tot stand komen. Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk op een school niet voor elkaar krijgt. En daar gebeurt het allemaal. En hebben jullie daar als technici, want ik begrijp dat je zelf ook met die robot Lego technische dingen bezig bent. Hebben jullie daar nog weer nieuwe technieken gezien? Nee, op zich niet. Ja, iedereen bedenkt zijn nieuwe oplossingen, zijn eigen oplossingen. Sommigen maken enorme robots, enorme grote bouwwerken. Ja, wij kunnen eigenlijk met wat eenvoudigere hulpstukken hetzelfde doen. Dus dat is wel leuk om te zien. Maar het is niet zo dat je echt weer allemaal nieuwe ideeën opdoet. Dat niet. En nou ja, uiteindelijk doen we onze kinderen eigenlijk ook al het werk. We geven ze wel tips. En we geven ook wel uitleg over hoe je bepaalde verbindingen goed kunt maken. Maar uiteindelijk hebben ze het echt zelf in elkaar gezet allemaal. Jullie gaan door met de Lego League binnen de school? Ja, uiteraard. Ja, we hebben nu al heel lang ervaring, doen al heel lang mee en we blijven ook nog wel eventjes doorgaan. Voor deze kinderen, de meeste van deze kinderen houdt het op. Want de meeste zitten in groep 8. Ja, zij kunnen niet meer door. Maar voor de volgende lichting, die nu in groep 6 en 7 zitten, die staan alweer te trappelen. Oké, 3, 2, 1, Lego!
wat? Simpel als wat? Simpel als wat gebeurt. We hebben Lo en zijn team, samen energie voor 10. Wow. Met Smarty in besparigheid, ik doe niet moeilijk, dus zijn wij. Simpel als wat? Hey, simpel als wat gebeurt.